meerdere reizen naar onder meer de Noordkaap, de Sahara en in 2008 de monstertocht van meer dan 12.000 kilometer naar Beijing, is het organisatieteam klaar voor een nieuw avontuur met klassieke Volvo's. We zijn onderweg geweest naar Afrika, we zijn onderweg geweest naar China en dan kwam het idee, wil je verder, wil je langer, wil je verder? Dat zochten wij niet op, het kwam voorbij. Je denkt nou over Zuid-Amerika, je denkt aan rijden, dus denk aan de Panamericana. Je kijkt hoe die loopt. Van Noord- en Zuid-Amerika. Dat is te lang in één keer. Dus we beginnen in Zuid-Amerika. Een nieuwe uitdaging. De Pan-Amerikaanse snelweg bestaat uit een netwerk van wegen dat de uiteinden van de continenten Noord- en Zuid-Amerika met elkaar verbindt. Het bereiden van het zuidelijk deel van de Pan-Americana betekent een tocht van ruim 15.000 kilometer. Vol natuur, cultuur en avontuur. Van de uitgestrekte vlakten van Patagonië en de droogste woestijn ter wereld, tot de mysterieuze hooglanden van de Inca's. Rijden door een continent waar alle klimaatzones in voorkomen, waar alle landschappen in voorkomen. Je rijdt door de eenzaamheid, je rijdt door de bergen, je rijdt door ijs, je rijdt door zout en je rijdt door tropisch oerwoud. Dat komt nergens in de wereld voor, één reis door zoveel verschillende landschappen. Een reis die veel mensen wel zien zitten. Nou, ik heb me meteen ingeschreven en ik heb betaald. Maar ik moet nog wel een maatje hebben, ik moet ook nog een Volvo hebben. Maar die komen er wel. De eerste bijeenkomst voor deelnemers in juni 2010 trekt naast veel ervaren dan ook veel nieuwe avonturiers. Het idee om mee te gaan, dat had ik al heel lang. Zo gauw ik het wist, dan dacht ik van nou eens kijken. En hebben verschillende mensen gevraagd, gepolst. En dat zijn toch een aantal factoren die natuurlijk even bij elkaar moeten komen om iemand te vinden die mee wil. Mijn teamgenoot zocht eigenlijk al anderhalf jaar een bijrijder en via kwamen wij elkaar tegen. Dus dat is eigenlijk een gelegenheidsduo geworden? Ja, klopt. We hebben elkaar ook pas twee keer gezien. Dus het is voor ons ook een verrassing hoe wij het 6 weken met elkaar gaan redden. In een loop van een gesprek wat ik een keer met haar man had, riep hij gelijk van joh, ik weet wel iemand die mee wil. Nou ja, en toen zijn we op een avond gewoon bij elkaar gaan zitten nadat aan alle kanten de seinen op groen stonden. En twee keer met elkaar gesproken, een avondje. En we hebben er allebei het goede gevoel bij dat we dat wel uit gaan houden met elkaar in deze situatie. Veel of weinig ervaring. Als het gaat om de Pan-Americana komen de deelnemers allemaal tot dezelfde conclusie. Dit wordt een pittige reis. Misschien wel pittiger dan naar Beijing. Er zijn dan ook mensen bij die deze uitdaging aan zich voorbij zullen laten gaan. Ik vind het toch meer een mannending. Ik ga andere leuke dingen doen en ik vind het wel goed zo. En ik heb nu een nieuwe reisgenoot. We kennen elkaar goed en ik denk dat dat ook wel prima voor elkaar komt. Maar het blijft een experiment, een expeditie. En ik ben me heel zeer bewust van alle dalen, letterlijk en figuurlijk, waar we waarschijnlijk doorheen moeten. Want er zitten weer dagetappes bij die zijn eigenlijk onmenselijk. Dus ik bereid me gewoon maar weer voor op 24 uur karren en dan kan het alleen maar meevallen. Een zware rit dus, die niet alleen van de klassieke auto's het uiterste zal vragen, maar ook van de bereiders. Toch zitten de mannen die gaan sleutelen onderweg vol vertrouwen. We zullen eens af gaan wachten hoe dat gaat lopen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Maar het wordt wel een hele zware rit weer. Nou, het worden dezelfde lange dagen denk ik als naar China toe. Dus s'morgens vroeg vertrekken, s'avonds weer laat in het hotel, denk ik. De voorbereiding van de Pan-Americana, die eind 2011 in Argentinië van start zal gaan, kan beginnen. Er is al een actie, help Gerard de Anders over. Dus dat gaat wel goed. En er zijn ook wel belangstellenden die we eventueel mee willen. Maar ik weet wat het betekent om dat te doen. 6 weken lang zit je natuurlijk dag en nacht op elkaar. Dat vereist toch nog wel wat.